keer zeker weten, 30. Ja. De kop zelf, ja. De kop. En de steen. En wat ben je nu aan het meten? De grootte van het portret, want ik mag Theodore Roosevelt ook maken. Dat moet een beetje dezelfde hoogte alles hebben. Maar je zegt ook maken, hè? Dus Karel, kom je er ook even bij staan? We zijn met z'n drietjes gezellig vanmiddag. En jullie zijn zo'n leuk setje. Leuk, hè? En maar mensen, nee, laten we het even bij het begin beginnen. We staan op de helm achter het stadhuis. En jullie zijn allebei beeldhouwers. Zeg ik het dan goed of is dat, doe ik jullie dan tekort? Nee, dat is beeldhouwers. En jullie zijn veel meer. Met jou heb ik vorige week al eens gezeten. Toen dacht ik van, deze man die heeft een hele grote geschiedenis in de stad. Van agent tot wijkmanager tot... Maar je bent dus ook beeldhouwer. En jij bent Karel van der Beek, hè, voor de mensen die het nog niet weten. En wie ben jij? Anita Dekker. Ja, en jullie werken al heel lang samen op Arnestein. In beeldhouwatelier Arnestein, zeg ik het goed? Helemaal goed. Nou, so far so good. Je bent er lekker bij gebleven. Ja, nou ja, precies. Nee, maar jij zegt nu net, want je gaat inderdaad nog een buste, maar, nee, of een beeld. Het portret van Theodore Roosevelt, ook president van Amerika geweest. En daar mag ik ook een portret van maken. Maar dat moet een beetje in dezelfde grootte uiteraard zijn als wat hier zo staat. Hij komt hier ook bij te staan. Hij komt hier bij te staan. Want ja, jullie zijn bij zeer veel beelden betrokken geweest. Of je hebt ze zelfs helemaal gemaakt. Ja. Maar ook gerestaureerd. Jij hebt in het verleden ook gewerkt voor Peter de Jong. Ja, met Peter de Jong. Met Peter de Jong. Ja, dat is alweer heel wat anders. Ja. Maar die heeft heel veel gedaan aan bijvoorbeeld het stadhuis. Waar is hij nog meer van bekend? Heel veel. Nou, van eigenlijk alle beelden door heel de wereld eigenlijk. Maar hier in Middelburg, maar bijvoorbeeld de Beenhouwer Single, dat beeld, hè? Ja. Maar dat, die, een hele hoop beelden heeft hij hier staan. Heel veel beelden van Peter in de stad. Hoor. Zo tot en met bij scholen in de Stromerwijk toe staan er wel dingen van hem. Ja, dat is buitengewoon, hè? Ja. Maar van jullie dus ook. En dat vind ik super interessant. Ik ook. Dus waar gaan we allemaal naartoe? We gaan naar de Vrijmetselaarsloge in Middelburg. In de Stationstraat? In de Stationstraat. Daar staat een gerestaureerde proef van Peter de Jong die ik gedaan heb. We gaan naar de Kloveniers Doelen. Daar staat een arend bovenop het dak die Anita gemaakt heeft als kopie van een arend die ik weer gerenoveerd heb, zoals dat Ja, en die is de laatste paar jaar is die regelmatig op Facebook voorbij gekomen, want eerst was de vraag waar is die eigenlijk? Hij is nu bij de Kloveniers Doelen, hij is in bruikleen gegeven daar. Ja. Dus die kunnen we straks ook nog zien. Maar dat heb jij gedaan, de restauratie dus. Ja. En we hebben samen in de Sociëteit de Vergenoeging, althans de tuin daarvan. In de Gortstraat. In de Gortstraat hebben we een marmeren beeld van Hercules gerestaureerd. En dat was ook wel een interessante actie. En die stond vroeger in de tuin dan weer van de gemeentewerken in de Vlissingsestraat. Ja, daar heb ik weer de relatie met studenten. Want die studenten hebben daar met een feestje op een gegeven moment gekeken of ze een wit marmeren beeld rood konden maken. Dat lukte. Stoute studenten. En dat is grappig. Nee, maar niemand eigenlijk. Nee, en dat zit daar gewoon. En, maar jij vertelde net ook nog toen we hier naartoe liepen. Dat de bankjes die ik dan nog heel goed ken uit de tijd. Nou ja, dat wij daar... sigaretjes gingen roken en kusjes geven, laten we het zo maar noemen. Maar dan waren daar ook beelden, die heb jij gerestaureerd, maar die zijn dan nu weer weg. Waarom is dat dan? Nou ja, die bleven niet ongedeerd. Dan bleven ze de neus afslaan. Vandalisme. Ja. Vandalisme. Ja. Een beetje baldadigheid. Bij gebrek aan boksballen van de kermis, denk ik dan. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Dat is weer politiek. Ja, en te weinig politie. Ja. Ja, dan weet jij dan weer alles van. Ja, Karel, nu zijn we toch op een bijzondere plek in de Stationstraat. Dan, zo losjes als we er naartoe liepen. Ik ben hier echt nog nooit geweest. Ik heb bij de bibliotheek gewerkt, dus ik keek altijd op de achterzijde van dit pand. Okay. Maar dat is interessant. Ben jij ook vrijmetselaar of mag ik dat niet vragen? Ja, mag jij rustig vragen. Ja. En dan moet ik je daar eigenlijk een heel formeel antwoord op geven. Maar tegenwoordig zeg ik gewoon ja. Ja, precies. Maar jij bent niet van... we zijn nu in La Compagnie Durable, zo heet die in Middelburg en de Loge. En jij bent van Goes. Ik ben van Loge Scalders in Goes. Ja, klopt. Maar we staan natuurlijk voor je beeldhouwkunsten. En deze, die ken ik als het origineel in ieder geval. Van de Beenhouwer Single bij de Vlissingse Brug daar. Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk de proef die Peter de Jong, de stadsbeeldhouwer toen. Die dat dus, en daar hangt de foto trouwens van. Gemaakt heeft. En aan de hand van die proef heeft hij in 1954 het stadsbestuur van Middelburg laten zien wat hij van plan was om te gaan maken. Toen hebben zij dat ook besteld. Dat is uiteindelijk het stenen beeld geworden. En dit heeft hij als richtlijn gebruikt toen hij met steen bezig is gegaan. Totdat, pakweg, wat is het nu, 2 jaar geleden, een goede vriend van mij
dit beeld zag, alleen een enorme deplorabele staat. Het viel bijna uit elkaar. Er zaten al gaten in. En aan me vroeg van, luister, kun jij daar wat mee? En waar stond hij dan op dat moment? Hij stond op dat moment in een tuin bij mensen aan de Poelendalenweg in Middelburg. Gewoon bij particulieren eigenlijk? Bij particulieren. Dat heb ik een ruikleen gegeven aan de loge hier in Middelburg. Omdat die foto van het definitieve stenenbeeld gebruiken, ook in een jubileumviering, voor de loge. Dan ben ik ook benieuwd van waarom wordt die gebruikt hier bij het jubileum van de loge? Omdat het ergens van toepassing is op de vrijmetselarij. De man houdt daar een steen. En dat vinden we wel van toepassing op ons vrijmetselaarschap. Ja. Top. Nogmaals, dankjewel. Geen dank. Alsjeblieft. Vanavond pas weer. Ik hoop voor jou dat vanavond een beetje fatsoenlijk afkomt. Hier hebben we de Hercules. Die eerst in de tuin stond in de Vlissingse straat. Van origine komt hij uit Park Torenvliet. Oh ja. Daar heeft hij gestaan. Toen had hij dus nog benen en armen en zo. En in de Tweede Wereldoorlog, kun je je voorstellen, zat daar een Duitse commandobunker in Park Torenvliet. Ja, daar heb ik wel eens foto's van gezien. Ja, dat is een beetje gemat natuurlijk. Men was het niet helemaal met elkaar eens wie er moest winnen. Nou, dat waren de geallieerden gauw uit. Dat waren zij. Er stond alleen een beetje veel water ook daar. Dus daar rezen ze met van die ducks, zoals ze dat noemen, die amfibische voertuigen. En ze hadden niet zoveel aandacht voor dat soort dingen. Dus het eind van het liedje is er zo'n duck overheen gegaan. Dat ding is plat gegaan, is kapot gegaan. Heeft daar in de bosjes gelegen. Een hele tijd. Totdat hij weer eens een keer eruit gegraven is door de gemeente. Toen miste hij een paar onderdelen. Die hebben ze ook niet meer teruggevonden. Zijn neus was in dat tijd er ook af. En het eind van het liedje is, dat ding is toen uiteindelijk door de gemeente neergezet in de tuin van de Vlissingse straat. Ja, toen gingen er op een gegeven moment studenten wonen. En die houden ook wel eens van een feestje. En op een gegeven moment vonden ze hem te wit waarschijnlijk. En toen hebben ze er dus een pot rode verf overheen gegooid. Totdat ik dat logebeeld waar we het net over hadden gerestaureerd, toen kreeg ik de vraag van, zou je dit ook kunnen? Nou, dat kan ik maar op één manier. Dat is als de beste steenhouwster van Middelburg en omstreken erbij is. Dus dat hebben we met z'n tweeën gedaan. En de vraag was om met name toch in de staat te laten zodat het verhaal over die oorlog erin verwerkt bleef. Dus geen arm, geen been eraan zetten. Maar wel zijn neus terug, want dan heb je je aangezicht weer terug. Ja, 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 ja. Dus dat is gebeurd. Hij is helemaal schoongemaakt. Er is van alles mee gebeurd. Alles scheuren. Want hij... Maar van wie is het beeld nu eigenlijk? Het beeld is in eigendom nu bij de vereniging Hendrik de Keizer. En dat is de vereniging die al die grote panden beheert. Ja, ja. Die monumentenpanden door Nederland en dat soort zaken. Die hebben uiteindelijk ook gevraagd of wij het wilden restaureren. Daarbovenop, die heb jij dus gemaakt. Ja. En wanneer heb je dat gedaan? In 1998. Oh, dat is echt al 20 jaar oud. Ja. Maar dat, dus die Karel gerestaureerd heeft, die zat vroeger daarop. Ja. En dat is hout met lood. Ja. Maar was dat toen ook hout met lood? Ja. En toen hadden ze een inspectie van het dak. En toen zagen ze dat hij bijna van het dak viel. Want de onderkant, het hele beeld was van hout. En er was boktoren en schimmel. En die was bijna al aan het naar beneden vallen, bij wijze van spreken. Dus die hebben ze er gauw afgehaald. Hij staat in de jongens. Want dit gedeelte, vertel jij maar verder, ja. Dat is van de bijbeen. Het hout wat uit het lood kwam. Ja. Het lood was aan alle kanten al zwaar beschadigd, hè? Zeker de onderkant en zo, want anders was het ook niet zo in elkaar gestort. Maar het eikenhout was vanaf deze plek naar onder toe, het lichaam en de poten, heel zwaar vermolmd. Daar was niks meer mee te doen. Dat was vastpakken en het verpulveren. De vleugels, sommige dingen, die heb ik aan de achterkant open moeten maken en gevuld met nieuw hout om te zorgen dat het constructief goed blijft. En de rest heb ik met houtverharder bijvoorbeeld gezorgd dat wat te zacht was geworden nog weer hard werd. Eind van het liedje is, dan ben je allerlei dingetjes met een tandarts dingetje aan het schoonmaken om te zorgen dat de zwammetjes en alle ellende eruit is. Dit is nog een stuk wat bijvoorbeeld uit zo'n poot kwam aan de zijkant. Dat stuk was nog goed, was een dijbeen. Ja. Dus alle delen die nog goed waren, die zijn behandeld. En die te redden waren, die zijn behandeld. En daar heb ik dit van gemaakt. Zodat je in ieder geval nog de indruk hebt van, dit is die vogel.
die daar boven op het dak staat. Op het moment dat hij eraf is gehaald, hij had ook zomaar kunnen vallen. Het ging allemaal... Ja, niet alleen is daarbij geweest, dat heeft natuurlijk de nieuwe gemaakt. Ja, het was puur de dakinspectie dat ze zagen dat dat beest bijna naar beneden viel. Ja, en als je dat op je hoofd krijgt, dan ben je gewoon... Daar word je niet vrolijk van. Nee. ik denk dat het lood inclusief dat hout... Nou, heel veel. Zomaar een gokje, een kilootje of 80 toch gauw. Minstens. Ja. Maar wel buitengewoon en echt tof dat hij hier toch weer op zijn plek is. Dat zijn hele mooie wisselwerkingen. En mensen, dan, ik vrees dat wij al een filmpje hebben van tegen de 25 minuten. Dus dat wordt knipper en plak. En dan hebben we eigenlijk nog de leukste gesprekken gehad tussen de filmpjes door en tijdens het wandelen. Want we hebben het over de politie van Middelburg gehad. We hebben het over jouw dochter Chantal gehad. Vroeger met een hanenkammetje. Een van de mooiste meiden van de school met een hanenkammetje. Dat is superleuk. Er zijn echt 1001 dwarsverbanden en verhalen. Dus als jullie het goed vinden, kom ik echt nog een paar keer bij jullie terug. Al is het maar om te kletsen over, over alles eigenlijk. Toch? Je mag van het archief van hier gebruiken. Ja, heel graag. Jullie weten samen een heleboel van deze stad. En ik dank jullie in ieder geval hartelijk voor de rondleiding. Langs maar een heel klein deel van jullie werk. Maar te gek dat jullie het allemaal doen. Dank jullie wel. Dank je wel. Hartstikke leuk.